eerste ervaring met de Kamer van Koophandel. Die was namelijk niet zo best. Dat is nu 15 jaar geleden. Ik had net een bedrijfje opgericht in wenskaarten. Ik had ook wel een uitnodiging van de hoofdinkoop van Albert Heijn op mijn bureau liggen om te praten over of ik misschien niet wenskaarten in Albert Heijn kon gaan verkopen. Dat deed ze toen nog niet, nu doen ze dat op veel plekken wel. Ja, nou, dat is wel een goede uitnodiging. Moet ik wel een beetje professioneel voor de dag komen. Twee dingen voor nodig, dacht ik. Een pak en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Maar wat bleek, dat kon niet. Want ik was 15. En je moet 18 zijn om je in te schrijven in de Kamer van Koophandel. Toen dacht ik, god, dat is een verrassende verbinding die hier wordt gemaakt. Hè, tussen leeftijd en ondernemerschap. Kennelijk moet je eerst ouder worden om ondernemer te mogen zijn. Bij de Kamer van Koophandel. Ik weet niet of inmiddels 1 januari is de leeftijd voor alcoholconsumptie in Nederland omhoog gegaan van 16 naar 18. Lijkt mij een mooie gelegenheid om de leeftijd voor ondernemerschap te verlagen van 18 naar 16. Zodat mensen die hetzelfde idee hebben als ik toen niet voor dezelfde dichte deur komen staan. Ik heb het overigens wel mijn gelijk gehaald bij de kantonrechter, zoals ik dan ook alweer. Misschien is het goed om even te zeggen waar we hier vandaag zijn. Nou, we zijn op de grote nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Midden in Nederland, hier in het Beatrix Theater in Utrecht. Oké, en wat is er net gebeurd? Dat is misschien ook wel aardig. Nou, we hebben uiteraard de nieuwjaarsspeech van de voorzitter van de Kamer van Koophandel gehoord. We hebben een zeer inspirerend verhaal gehoord van onze gastspreker Rob Wijnberg, de oud-hoofdredacteur van NRC Next. En ik heb, ja, dat is natuurlijk de meest fantastische klus die je kunt hebben op zo'n dag, de Ondernemersprijs 2012 uit mogen reiken. En dat is gewoon echt zeer, zeer geweldig om te doen. En dan zijn we wel even benieuwd naar wie die is gegaan natuurlijk. Die is naar Ceratec Technical Ceramics gegaan, een bedrijf uit Geldermalsen. Okay. En ik ben wel even benieuwd of we een vooruitblik voor 2013 hebben voor de ondernemers. Wat gaan we beleven dit jaar? Nou, u heeft het al een beetje toch gehoord in het verhaal van Michael Kortbeek, onze voorzitter van de Kamer van Koophandel. De economie draait nog niet echt swingend, om het maar zo te zeggen. Maar ook weer even het geluid horend van Rob Wijnberg. De goede dingen in het nieuws, die hoor je niet in het nieuws. En die zijn er natuurlijk ook. Maar ja, het gaat niet vanzelf. En er zijn sectoren die het echt nog heel zwaar hebben. En ja, daar is 2013 nog zeker geen goed en mooi jaar voor. Maar wat wel weer ontzettend mooi is, dat we toch zien dat heel veel Nederlandse bedrijven, ik noemde ze zelf ook even in mijn speech, met name ook familiebedrijven, toch ook iedere keer weer de kracht vinden en de mogelijkheden hebben om wel met aanpassingen maar voor te gaan en daarmee weer dat stevige fundament onder onze economie kunnen leggen. Ja. Dus dat is ook 2013. Oké. En misschien nog een laatste nieuwjaarswens voor nu? Nou, vooral een ondernemend 2013, maar vooral ook een gelukkig en gezond, want daar begint het toch mee. Gewoon voor ons allemaal. Oké, hartelijk dank. Graag gedaan.